in dit prachtige duingebied van Dishoek herinnert een saai en onopvallend monumentje aan de Koude Oorlog. En dit paaltje, een mutpaal, moest namelijk de Westerschelde bewaken. Hans, dit is hem dus. Waar staat MUT nou eigenlijk voor? MUT betekent Mijn Uitkijkdienst. Dat is een dienst die na de Tweede Wereldoorlog bij de marine is ontstaan. Van deze paaltjes stonden er 100 langs de Westerschelde. En van hieruit bewaakte men de Westerschelde tegen aanvallen van Russische bommenwerpers die mijnen in de Westerschelde zouden gooien. Die kans was heel groot. Van Antwerpen was als enige grote wereldhaven intact uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. De toegang tot Antwerpen moest bewaakt worden en dat deed men door deze mutpalen. Hierop stond een pelorus, dat is een richttoestel. Dat moest stabiel staan, dat moest ook waterpas staan. En met die pelorus kon men richting bepalen waarin een mijn was gevallen. En vanuit verschillende posten kon men zo een kruispeiling maken en wist men precies waar de mijn, waar die Russische bommenwerper de mijn in de Westerschelde liet vallen. En dan konden de mijnenvegers van Vlissingen uit direct uitvaren om de mijn te ruimen. Maar één ding had men geen rekening gehouden. Ze zagen precies waar de nepmijn viel, maar wat er dan in het water gebeurde of onder het water met stromingen, daar had men geen kijk op. En die oefenmijn die ze hebben afgeworpen in de jaren 50, die hebben ze ook nooit meer teruggevonden. Want die is onder water toch een weg gaan vinden en men heeft hem dus nooit meer terug. Hij ligt er nog altijd. En dat was ook hier, zeg maar, precies voor Dishoek, Valkenisse waar dat gebeurde, ja. Dus eigenlijk is dit, die meer dan 100 palen zijn nooit gebruikt? Nee, de Koude Oorlog is nooit uitgebarsten. En het is ook interessant om te weten dat er op dat moment radartechnieken waren, waardoor dit totaal overbodig was. En de Engelsen hadden die radartechnieken, maar ze hebben dus niet hier aan West-Europa gegeven. Doen jullie het nog maar met onze oude technieken, want dit is ook een Engels systeem wat hier staat. Doen jullie het nog maar met onze oude technieken, de nieuwe technieken, die houden we nog even voor onszelf. Want stel dat die Rus zou komen en West-Europa zou veroverd worden, dat is net als met de Tweede Wereldoorlog. En dan waren in Engeland in ieder geval die uitermate moderne technologie bleef dan bewaakt in Engeland. Dus ze waren heel voorzichtig om dat vrij te geven voor de West-Europese landen. Dus wij zaten opgescheept met een paaltje die niet werkte? In de Koude Oorlog is men met heel veel dingen serieus bezig geweest waar we nu onze vraagtekens en toen eigenlijk ook al onze vraagtekens we hadden. Maar ja, zo'n dreiging van een nucleair geweld, wat werkt dan nog wel? Het bijzondere vind ik, het is een heel onnozel paaltje waar je zo voorbij loopt. Maar het refereert wel naar de donkere dagen van een enorme nucleaire dreiging, de Koude Oorlog. En zeker net na de Tweede Wereldoorlog was die dreiging best groot.